Parlementariër Remy Ternadi is vanmorgen beëdigd tot districtscommissaris van Coroni. Deze functie is een hele poos waargenomen door de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust. President Desi Bouterse zei dat Ternadi met deze functie een nieuw pad opgaat. De president gaf verder aan dat Ternadi zijn beleid zal moeten aanpassen aan de ontwikkelingen die de regering heeft uitgestippeld. U bent uiteraard districtscommissaris van heel Suriname, maar ik denk dat Coroni heel veel aandacht van u zal vergen, zei de president. U bent een bijzonder mens. En ik zeg dat omdat u een van de geliefden bent in Coroni, terwijl u over het algemeen niet lijkt op alle mensen die in Coroni wonen. Dat is heel bijzonder, maar het is wel een teken dat wij op het goede pad zijn. Het zal nog een tijdje nemen, een tijdje duren, maar het is een geweldig voorbeeld welke Coroni, ik moet zeggen ook Kommerwijnen, ons toen heeft gepresenteerd. Laten we, meneer Ternadi, laten we zoals wij gewoon zijn van u, goede dingen horen. U kent de Coronianen beter dan wie dan ook hier van ons. En het is uw district. Volgens Ternadi krijgt Coroni na lange tijd weer een DC uit eigen district. En dat was de wens van vele Coronianen. Daarom hoefde ik er niet lang over na te denken toen mij gevraagd werd om mijn DNA-lidmaatschap op te geven om DC te worden, zei Ternadi. Deze nieuwe en grote uitdaging, de liefde voor mijn geboortedistrict en de druk vanuit de Coroniaanse gemeenschap voor een DC uit het eigen district, hebben mij doen besluiten om ja te zeggen. Voorwaar geen gemakkelijke taak, vooral in deze tijd waar niet altijd de nodige middelen ter beschikking zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat met de kracht, de hulp van de Almachtige, de ondersteuning van de regering, de nodige inzet en bovenal de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap, zal het wel moeten lukken. Nu is het zover. Not noe confusing. Excellentie, ik dank u heel hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en zal samen met de Coroniaanse gemeenschap er alles aan doen om het vertrouwen niet te beschamen. Remy Ternadi, hij is vanmorgen beëdigd tot de nieuwe districtscommissaris van Coroni. De beëdiging vond plaats in het presidentieel paleis. De plaats van Ternadi in de Nationale Assemblée zal worden ingenomen door Joan Wilson.